Vorige week in Solar Race, Australië. Waar dat iedereen nachtmerries over heeft, is dat ik hier vandaag over de limiet ga met de wagen. En natuurlijk in de zandbak crash. Na een vlekkeloze voorbereiding liep het voor de studenten mis tijdens de kwalificatie. The car went off the track. Nu dat ik de schade gezien heb, weet ik dat het repareerbaar is. Maar uiteindelijk wisten ze zich toch nog te plaatsen voor de race. Darwin, een kuststad helemaal in het noorden van Australië, vormt de startplaats van de World Solar Challenge. Een race voor zonnewagens van meer dan 3000 kilometer dwars door de Australische Outback tot in Adelaide, helemaal in het zuiden. Het is de startdag van de race. 14 ingenieurstudenten van de Leuvense groep T Hogeschool nemen het er met een zelfgebouwde zonnewagen op tegen 24 andere teams van over de hele wereld. Maar het is niet makkelijk geweest. Tijdens de kwalificatie van gisteren zijn ze tot 2 maal toe gecrashed. There certainly is a business end of the trip. How exciting is this? Umicore team, who had their little accident yesterday in qualifying, spent all evening putting their car together. We got the director of motor vehicle compliance down the track at 10 o'clock last night under dread strict floodlights to certify the car as fit for the road. Nowhere else in the world you could do that. Nadat de studenten er gisteren in slaagden van toch nog een knappe 9e startpositie te bemachtigen, hebben ze de hele nacht doorgewerkt om de wagen zo raceklaar als mogelijk aan de start te krijgen. De schade van gisteren zal ons vooral nadebrokken dat we als 9e vertrekken. We gaan dus veel teams moeten inhalen en inhalen kost energie. We gaan natuurlijk ook meer verbruiken omdat we de schade niet volledig hebben kunnen oplossen. Het gaat ervoor zorgen dat we waarschijnlijk niet de afstand gaan bereiken die we wouden halen vandaag. En dat het heel moeilijk nog gaat worden voor de eerste plaats. Het is raar om hier nu te staan in het echt. Ik had wel verwacht dat we hier anders gingen staan. Met een afgewerkte wagen, dat we geen problemen zouden gehad hebben. Maar dat we als eerste zouden vertrekken. Maar de eer om als eerste te vertrekken gaat naar het Australische Aurora team. Zij wonnen de race al eens een keer. In 2007 werden ze derde, na het Belgische team dat toen tweede werd. Well, it's a long race, and I'm sure some of the teams will pass us along the way, and it'll be interesting to see how many of those we can pass again. It's a 3,000-kilometer race. It's a long way to go. There's some fast cars behind us, particularly Nuna and Michigan. I don't know about the Belgians. They had some breakdowns yesterday, but this is going to be exciting. En de Nuna, dat is natuurlijk de zonnewagen van het Nederlandse team uit Delft. Zij wonnen de voorbije 4 edities en worden door iedereen beschouwd als de topfavoriet. Nou, de Belgen zijn zeker ook vorig jaar de grootste concurrent van het Nuna-team geweest. Ik denk ook steeds dat ze nu, ondanks de problemen die ze gisteren gehad hebben, dat ze nog steeds een hele competitieve auto hebben. Ik vind het ook fantastisch om te zien dat ze na al die problemen gisteren toch weer hier aan de start kunnen zijn. Dus ik hoop ook voor de race dat ze nog gewoon mee kunnen doen en dat ze het ons nog aardig lastig gaan maken. Nou, maar gelukkig is hij toch klaar en kun je van start. Het is gewoon echt weg, man. Ja. We duimen voor jullie en zien elkaar in Adelaide. Daar zijn wij ook. Dik en vast. Ja. Dat is altijd leuk. De Belgen zeker en vast. Vast en zeker, zeg ik dan. We gaan ervoor. Nederland 1, België 2, oké? Morgen we komen eruit, man. Het is een bond en internationaal gezelschap dat aan de start van de race verschijnt. 25 teams uit 13 verschillende landen van over de hele wereld. Van de USA tot Zwitserland en van Turkije tot Japan. People involved in it are really aware of what this is doing for the world. You know, the technology, the improvements in technology, the world focus on emissions. And you sense it everywhere you go now. People are saying, look, this is just so topical. It's right with it. And so this event, yeah, which is world standard and world known worldwide, is right at the cutting edge. It's fantastic. Er zijn zonnewagens in alle maten, soorten en gewichten.
Het Britse Cambridge, een van de oudste universiteiten ter wereld, neemt voor de eerste keer deel aan de race met een eigen zonnewagen. We spent 2 years getting to this point. We've never done this before, so we're about to kind of launch into the unknown and drive 3,000 kilometers across Australia. So pretty exciting moment for us, for me and for the whole team. Yeah. Iedereen maakt zich stilaan klaar voor de start. De meeste teams mikken erop van op de eerste dag al zo'n 800 kilometer te kunnen afleggen. Maar dan moet je wel heel erg goed je verbruik in de gaten houden natuurlijk. Door de crash gisteren hebben we veel veranderingen moeten aanpassen. Wielkappen staan wel anders. En dat verandert heel veel in het verbruik. Dus die parameters gaan helemaal anders liggen. Dus we gaan nu proberen de eerste kilometers, de eerste 50 à 100 kilometer, terug metingen te doen op de weg zelf. En zo proberen te bepalen, alleen de nieuwe parameters te bepalen. Dus de eerste 100 kilometer zijn vrij cruciaal, want zo weten we wanneer onze batterij hoeveel inhoud nog heeft. En dat is eigenlijk het belangrijkste, de batterijinhoud op elk moment te weten. En dan is het eindelijk zover. De start van de 20e editie van de World Solo Challenge. Het Australische Aurora-team vertrekt als eerste. Daarna de Nederlandse Nuna, die een tweede kwalificatietijd neerzette. Gevolgd door de eigenzinnige Bo Cruiser uit de Duitse Bochum. Het Belgische Umicar Solar Team vertrekt in 9e positie. We kijken even mee vanuit de volgwagen. Yo. Bye. Maximale snelheid 40 km per uur. Oké. Oké, we zitten erin. Zeg dat hem nu gewoon altijd de maximale snelheid van de weg volgt. Ja. Meer moet je doen. Over. Zonnewagen vanaf nu altijd maximale snelheid van de weg volgen. Door druk verkeer en een technisch probleem verloor de Nederlandse Nuna al snel terrein. Nuna staat stil, Nuna staat stil. The communication. Dat is right, goed, dat is goed, 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 goed. Nuna staat stil. Oké. Okay. Gaan, 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 gaan. Ja, we gaan, gewoon gaan, mannen. Fucking hell, Delft, die hadden we moeten pakken, hè. Inderdaad. Gaan, gaan, gaan. Gas geven, gewoon voorbij. Rechterrijvak inpalmen. De Belgische zonnewagen wordt omgeven en bijgestaan door een entourage van maar liefst 25 personen, waaronder bijvoorbeeld de consulenten. Er rijden ook 7 voertuigen mee die vaste plaatsen hebben ten opzichte van de zonnewagen. Het eerste voertuig is de Eagle. Die rijdt 100 kilometer voorop en hij is uitgerust met een weerstation dat voortdurend via satelliet de meest up-to-date weerdata doorstuurt aan de Brains, het zenuwcentrum van de karavaan. Na de Eagle komt de Ice. Die rijdt 20 kilometer voor de zonnewagen en controleert de toestand van het wegdek. Vlak voor de zonnewagen rijdt de Hand. Hij waarschuwt voor tegenliggers en assisteert bij inhaalmanoeuvres. Vlak achter de zonnewagen volgt de Brains. Daar komt alle communicatie uit de rest van de karavaan samen. In de Brains wordt de race-strategie bepaald en ze kunnen ook van op afstand de snelheid van de zonnewagen aansturen. Meteen na de Brains rijdt de Trolley. Die bevat kleine reserveonderdelen en gereedschap voor kleine herstellingen. De Solar Truck sluit de Belgische karavaan af. Hij bevat grote reserveonderdelen, proviant en kampeergerief. Maar naast transport heeft hij nog een veel groenere functie. De studenten, het team, zijn zich ervan bewust dat ze een enorme ecologische footprint hebben. 25 teamleden met zoveel vluchten en een hele karavaan met dieselmotoren, etc. Ze proberen die footprint ook te gaan zo laag mogelijk houden. Ze hebben bijvoorbeeld een van de trucks uitgerust met zonnepanelen. De energie slaan ze op in batterijen en 's avonds kunnen ze gewoon alle computers en toestellen daarmee aandrijven. Het verhaal van de Solo Truck begon een paar maanden voor de race in België. De studenten gingen er op zoek naar een manier om ook in de karavaan gebruik te maken van groene energie. Ze kwamen terecht bij Derbigum, een fabrikant van dakbedekking. Hun nieuwe product was precies wat de studenten nodig hadden: flexibele zonnepanelen. Het eerste voordeel aan de Derby Bright is de lage temperatuur. Omdat het product wit is, wordt de temperatuur van de zonnepanelen niet te hoog. En je moet weten dat de zonnepanelen niet goed werken wanneer de temperatuur te hoog is. Een tweede voordeel is de reflectie van de Derby Bright. Dus zonnecellen zullen daarvan ook profiteren. En een derde voordeel van de Derby Bright is een hele goede hechting tezamen met de zonnepanelen. Standaard zonnepanelen zouden de studenten nooit op het dak van een vrachtwagen kunnen gebruiken, maar deze techniek is precies geknipt voor hen. De Derby Solar producten hebben op jaarbasis hetzelfde rendement dan de klassieke zonnepanelen.
omdat ze dus 's morgens vroeger opstarten en 's avonds langer werken, omdat ze gevoeliger zijn aan diffuus licht ten opzichte van de klassieke panelen. En eens even kijken hoeveel wattage er geleverd wordt van de panelen aan de batterijen. Ja. Dus bij 13 volt krijgen we nu inderdaad een beetje meer. Ja. Van 15 ampère, dus we zitten wel rond de 200 watt die momenteel geleverd wordt. Ja. En dan zal de batterij voldoende opgeladen worden om bijvoorbeeld ons werkgereedschap te kunnen opladen of laptops en zo te kunnen opladen op basis van de batterij. Dus dan is eigenlijk alles wat we gebruiken solar-powered. En daarmee heeft het Belgische team een uniek concept. Ze tonen hiermee aan dat duurzame energie gebruiken vaak een kwestie is van creatief zijn. Ondertussen in de race. Doorrijden. Ja, goed, best vallen. In het heetst van de strijd wordt er wel eens een verkeersregel aan de laars gelapt. Het Nederlandse team uit Delft krijgt in de gaten dat het Belgische team hen probeert in te halen en blokkeert de tweede rijstrook. Ga dat toch rechts? Rechts, alleen, dat hadden we juist moeten doen, we hadden nog snel. Gaan rechts. Ja, ziet, nu doen die nou ook, hè, fuckert. Volgen. Ziet, jongen, wat is dat? Remmen. Dat zijn die mannen van Delft, hè, man. We hadden dat juist moeten doen, hè? Ja, sneller reageren. Ja, Maxime, ik denk nou, dat beter is dat we niet te veel risico's nemen dan gewoon bij Delft te blijven kleven. Bevestig, over. Dat moet bepalen, ja. Ja, we zullen dat wel aangeven. Daarnet hadden we wel een hele mooie kans gehad als we sneller hadden gereageerd. Maar we gaan inderdaad geen onnodige risico's nemen. Even later halen ze al een paar andere tegenstanders in. We kiezen links of rechts. Ja, nog even wachten. Wij volgen gewoon de brains van Delft, hoor. Die mannen willen ik al goed zien aan. De spanning zit erin en alle teams drijven hun wagens tot het uiterste. Een van de Duitse teams is het eerste slachtoffer van pech tijdens de race. The tire in the front explode and after that also the rim get also crashed. The rim is also crashed, so the guys, the mechanicians are not changing the rim. Ondertussen staat het Belgische team naast de Nuna, de Nederlandse zonnewagen, aan een verkeerslicht. Gas. Volle bak gaan. Gaan. Duw maar op de knopjes, Jonas. Wat een beelden. Wow, dat is zalig. Allee, jong. Is dat volle gas? Ik denk het. Fuck. Ja, Jonas. Gas, Jonas. Op hoeveel ampère staat die? 50 of 60. Ah, fuck. 100 per uur. Ja, gaan. Gaan. Volgen. Zorgen dat niemand tussen ons kan. Laat niemand van Delft ertussen. 85 graden. 80,2. 30,4. Wat, hè? Motorstemperatuur. Hoeveel? Wij gaan naar invoer, naar Grieks, geloof ik, of naar Berlin. Vraag eens of dat eruit toch uitrijft, want dat is slalom ontvallen. Ja, naar rechts. Voelt de wagen raar aan of is het sava? Het lijkt sava. En terwijl het Belgische team oprukt, moeten de Nederlanders aan de kant wegens een energieprobleem. En dat is zeer kostbare tijd om te verliezen. We hebben pech met een maximum powerpoint tracker. We dachten dat het een connector was. We hebben die vastgezet en toen deed hij het eventjes. Maar toen we doorreden merkten dat het weer niet deed. Maximum power trackers voor ons zijn echt belangrijk, want dan krijg je de energie mee binnen. Dan kan je maar één ding doen, is stoppen en gewoon op je horloge kijken. En dat zijn allemaal minuten die je verliest, maar dat is in één keer zo. De Nuna verloor een kwartiertijd op de Belgen en kan op haar beurt aan een inhaalrace beginnen. We zijn nu ongeveer 150 kilometer ver in de race en de Belgen doen het intussen erg goed. Ze zitten op de vierde positie achter de Amerikaanse Infinium. Maar de Amerikanen maken het hen extra moeilijk. Snelheid houden, we gaan niks doen. Snelheid houden, jongens, concentreren. Oké, die versnellen, mannen. Oké, versnellen. Die zijn versnellen, hè. Oké, we gaan ook een beetje versnellen.